Paul Kerskoorn terug. Hoe was dat om het weer te zien? Even, nou, weet je, ik moet jou heel eerlijk bekennen dat... ja, als voetballer moet je natuurlijk op een gegeven moment stop je met 32. Maar dat is, voor de buitenwereld is dat niet te begrijpen, weet je wel. Ik heb ook nog... Als ik in een restaurant zit, weet je wel, dan zit ik te eten... en dan komt er een naar me toe en die wil op de foto of die wil iets zeggen. Maar die zegt ook altijd, speel je nog? Echt waar? En dan denk ik, ja, ik ben bijna 60, man. Ja. Je ziet me toch nog niet in het weekend ergens in een korte broek over zijn veld. En, je weet het niet. Tegen jou ook wel eens. Ja, maar ik speel nog. Maar je wou me toch niet zeggen dat je slechter speelde als toen je met mij speelde? Is het slechter geworden? Even serieus. Of ben je beter? Ik word steeds beter. Ja, dat vind ik ook wel weer knap. Jij niet? Ja. Nee. Maar die Kerskoorn, ik moet zeggen, ik ben er niet zo liefhebber van. Ook toen met de opening van het stadion, hè, van Spurs. Ja, ik ben er niet zo liefhebber van. Maar ja, wie ben ik? Die mensen vinden het geweldig, weet je, die er op die tribune zitten. Voor hun is dit pure nostalgie. Ja. En hoorde mensen zeggen gisteren op Studio Voetbal, hij ziet er een stuk beter uit. Nou, die jongen ziet er toch prima uit? Die heb al 23 jaar niet geslapen. Ja, dan gaan die in je koude kleren zitten, toch? Of wel? Ja, kleine tukkies doet hij. Ja. Ja, het is al lang geweldig dat hij dit weer kan allemaal. Ja. Er was een tijd dat je dacht dat het voorbij was. Ja. Ja, wel gelijk weer vechten. Dus het is altijd hetzelfde met hem. Nou, joh, leuk mannetje, joh. Oude worstelaar. Ja. Worstelt een beetje met het leven, ja toch? Lekker, toch? Ja. En in zijn goede tijd een geweldige voetbal. Ja, zinnig, fantastisch. Man. Goed elftal. He, met Lineker en Waddle. Dat maar de mensen hebben altijd een zwak voor die bad boys, hè? Ja, dat vinden de mensen leuk, hè? Ja, tuurlijk, man. Maar hij lijkt er inderdaad weer een beetje bovenop te zijn. Ja, als joh. Ziet, hè? Ja, joh, is toch prima. Ja. Nou, dan wordt het misschien tijd om weer een drankje te nemen. Ja. Nou, ja, ik hoop voor hem dat hij het nu een beetje voor elkaar heeft allemaal. Download nu de Veronica Inside app en dan zien we elkaar daar.